Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Van der Pot en Zonen verhuis- en transportbedrijf, High Class Physiofit, Marks Cleaning, Ruis Sports, Theo's Busreizen, Robert van der Zwanmakelaardij, Alba Sign en Asta Casino. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Twee nieuwe gasten. De een werd bij zijn huidige club in het eerste jaar al uitgeroepen tot de beste speler van het seizoen. De andere heeft al een prachtige carrière als trainer achter de rug. Beetje uit beeld op dit moment, maar volgend seizoen weer helemaal terug in de regio. Ik ga ze aan u voorstellen, direct links van mij, Wim Schaap, volgend seizoen de nieuwe trainer van SVC 08. En naast hem Mark Smit, de doelverdediger van DHC. En natuurlijk onze sidekick van vandaag, Tom Boefink. Allemaal hartelijk welkom. Okay. Goed, Wim, we gaan eventjes terug helemaal naar het begin. Als voetballer, 8 jaar, begonnen bij FUK. Klopt, ja. Ja, toen hadden we nog de welpen tegen de bijen en dat soort wedstrijdjes. En dat op het eigen oude FUK-terrein nog. Ja. Aan de Schenkade. En FUK en Wilhelmus, dat zijn zo'n beetje de clubs waar jij, laten we zeggen, als actief voetballer bezig bent geweest. Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk bijna mijn hele jeugdcarrière doorgebracht bij FUK. 1 jaar daarmee deelgenomen aan de selectie en toen vervolgens naar Wilhelmus toe. Ja, prachtige tijd ook geweest, hè? Herinneren we ons wel al dat soort wedstrijden destijds. Ja, bolwerk was het ook in het amateurvoetbal. Ja, niet meer te vergelijken met het huidige FUK, maar toen nog een fantastische club. Ja. Mark, jij komt meer uit de Rotterdamse regio, begonnen als spelertje bij LMO en dat staat dan voor Linker Maashoeven. Ja, klopt. Dus echt vanaf klein zo wel nou. Uitstapje naar Feyenoord gemaakt en vervolgens terug naar LMO en Sparta. Ja, Sparta. Daar heb je natuurlijk een jaar of 5 gezeten. Ja. Dat was een mooie periode, denk ik. Ja, heel snel gegaan. Ik was 16 volgens mij en toen speelde ik bij LMO naar A1 en raakte de keeper van het eerste geblesseerd. En voor 16 volgens mij, toen maakte ik mijn debuut bij LMO. En vervolgens is alles echt in een sneltrein gegaan, want ik werd gehaald door Sparta. En ik speelde daar naar A1 met Robert Pot, Zover Koor. En destijds was direct ook een probleem met het Nederlands elftal onder 19. En ik denk binnen 6 maanden tijd stond ik ook ineens in het Nederlands elftal onder 19 in Tsjechië bij een EK-kwalificatie. Ja, dat is denk ik... Ja, dat ging heel snel. Want Sparta heeft natuurlijk altijd wel iets gehad met doelverdedigers. Vroeger had Pim Doesburg, Joop Mom. De doelverdedigers gingen altijd wel graag naar Sparta toe. Ja, klopt. Sparta, ik was een beetje de tijd. Ik was een van de eerste keepers weer, zeg maar, na een hele lange periode die ook een contract tekende. En, nooit echt helemaal doorgebroken en wel een hele mooie tijd gehad. Ja, je hebt ook nog even een jaartje bij AGOV gezeten. Ja. Van de Bron. Dat was een mooie omgeving, hè? Ja, laten we zeggen dat de omgeving het mooiste was. Maar. Ja. Een beetje betaald voetbal in de marge. Ja, ik moet zeggen, het complex van AGOVV, dat was echt het enige wat echt mooi was. Maar ja. Kijk, verder kon je het ook gewoon vergelijken met een DSC op dit moment. Qua accommodatie en qua omgeving. Maar. Ja. Mooi was het, zeg maar niet. Nee, toen ben je naar Noordwijk, heb je nog in het doel gestaan? Ja, Noordwijk. Ja. En toen weer terug geweest bij jouw oude club hier weer? Naar mijn oude club terug. En, dat was dat was een aardige overstap, dat was van de hoofdklasse naar de vierde klas. Ja. Ja, wel weer voor mij een jaar geweest dat ik echt mijn plezier terug heb gevonden echt in het voetbal. En echt met vrienden weer in de vierde klas gevoetbald. Ja. Ja. Dat moet jou afspreken, Tom. Hè? Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt op een gegeven moment. Die stap is natuurlijk mega, mega groot. Het is natuurlijk gewenning. Er gebeuren dingen om hem heen, denk ik, dat hij zegt van wat gebeurt hier. Dat heeft er wel mee te maken natuurlijk. Dat je, als je dat doet, is het alleen maar prettig voor de club waar hij altijd gezeten heeft. Ik vind het heel knap dat je dat dan ook doet. En er zijn zelfs clubs geweest die zeggen van joh, kom dan maar bij ons, kom maar bij ons. En die spelen echt wel wat hoger. En dat je dan terug gaat naar je oude club, dat is gewoon een waardering, gewoon denk ik. Ja.
Ja. Maar goed, daarna ben je naar TOGB, maar dat heeft meer te maken met, denk ik, met de woonplaats. Dat je daarmee ja, ik woon in Bergshoek en destijds ja, was het voor mij gewoon, ik ging 3 keer per week richting Rotterdam-Zuid. En dat doe je dan omdat het je oude club is en waar je opgegroeid bent. En ja, waar je eigenlijk alles bent begonnen. Alleen ja, op een gegeven moment speel je dan 4e klas. Volgens mij zijn we dat seizoen geëindigd met 186 goals voor en 6 tegen. Dat was ook een competitie, sloeg weinig op. Maar ja, dan ga je toch op een gegeven moment kijken. TOGB speelde 1e klas en bleef erin. Ja, toen in een gesprek met Pim Doesburg junior gekomen. En ja, de stap naar TOGB gemaakt. Dat was 3 minuten op de fiets. Ja, en vorig jaar dan inderdaad, want ja, op een gegeven moment dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Dan wil je toch weer een beetje niveau spelen. En, vorig jaar bij DRC gelijk het eerste jaar speler van het seizoen geworden. Ja, ja, bij DSC, ik denk dat ik daarvoor 4 jaar achter elkaar met Rob en met Chef de Poorter heb gezeten. Elke keer kwam het er eigenlijk niet van en ik zat vorig jaar in mijn jaar bij TOGB, toen degradeerden we vanuit de 1e klas naar de 2e klas. En toen belde Rob en van joh, ik wil toch nog een keer gaan zitten en dat was voor mij poging 5. En toen was bij mij ook het moment van, joh, ik ga nu die stap gewoon weer nemen en we gaan er gewoon weer vol voor. En onwijs naar mijn zin. Ja, dat herken je wel, Wim, dat zitten met spelers. Ik bedoel, dat heb jij natuurlijk in je loopbaan ook heel wat keren met spelers gedaan. En ik denk dat je dat zelfs nu nog in je functie bij Rijnsburgse Boys nog eens regelmatig scout en probeert spelers naar de club te krijgen. Ja, dat is inderdaad. Kijk, dat is altijd weer een spannend geheel. Er zat weer een tijd van waar spelers vaak roepen van ja, ik wil graag bij je spelen en het gaat niet om het geld. Nee. Maar uiteindelijk als ze ergens een euro meer krijgen, verdrik ze. Ja, het is altijd wel een hele spannende tijd. Dat is zowel om spelers te behouden voor je elftal als dat ze weggaan. En om zeker ook spelers te benaderen om op een gegeven moment weer deel uit te gaan maken van de club waar je dan werkzaam bent. Ja, maar dat heb je natuurlijk in al die jaren meegemaakt. Prachtig succes gehad bij Lisse, kampioen geweest. Van de zaterdag hoofdklas was dat toen. Ja. En ook zelfs nationaal kampioen geworden. Een mooie periode. Ja, kijk, ik kan terugkijken op een gigantisch mooie periode, zowel als voetballer als trainer. En ik heb er wel altijd van mening, en dat geef ik ook altijd door aan mensen, van ja, het komt je niet aanwaaien, je moet daar wel wat voor doen. En prijs ik me heel gelukkig dat ik bij die clubs heb mogen werken. Ja, want Rijnsburgse Boys was ook daarna de volgende club? Ja, na Lisse ben ik naar Rijnsburg gegaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook geen... Ik denk wel wat je ook aangeeft, en ik denk dat het heel duidelijk is, dat je wel op dit moment weer in een fase zit de afgelopen jaren, dat ook dat de spelers zo makkelijk zeggen van ik ga weg en dit en dat, terwijl ze eigenlijk veel vaak het niveau nog niet aankunnen. Want als ze natuurlijk bij de buren 15 meer krijgen, dan gaan ze daar naartoe. Kijk. Er zijn ook spelers bij, daar moet mee gesproken worden. Dan denk je, ja, waarom praten we nog? Of je nou dagen in het Campanulli Hotel zit en hij zegt het ook op een gegeven moment, de 5e keer op een gegeven moment, nou, dan willen ze je wel graag hebben. Want anders, maar er zijn ook spelers bij, ja, die willen graag dat je met ze gaat praten, want anders gaan ze toch weer bij de buren kijken. En ik vind sommige spelers, ja, die moeten eigenlijk blij zijn dat ze daar op het hoofdveld mogen lopen, laten we eerlijk wezen. En dat ze nog een kleine vergoeding krijgen. Maar ze worden ook vaak heel gek gemaakt door de mensen om zich heen natuurlijk. Ze denken, oh, ik kan beter, oh, ik kan meer. Ja, maar bewijs dat dan. En daar word je natuurlijk wel een beetje moe van natuurlijk op een gegeven moment, dat iedereen maar weer gaat lopen en praten en ik heb gehoord dat. Ja, en ik vind dat we daar veel harder in moeten zijn. Van, nou, maar dat gebeurt zo hoor. Als wij kijken nu in de Bollenstreek, hebben wij gewoon overeenkomst met diverse ploegen. En dan weten we gewoon wat er betaald wordt. En dan komen spelers, die gaan dan van de ene ploeg naar de andere ploeg. En uiteindelijk dan liggen ze zoveel euro's in de zak, terwijl wij weten wat er gewoon de andere ploeg geboden hebben. Ja. En dat is... Ja, dat is ook een beetje spelers eigen. Ze willen zich ook heel erg belangrijk maken. Vinden het belangrijk om iets aan te geven waarvan ze denken van nou, oké, daar kan ik misschien mijn voordeel mee doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk zijn er spelers die proberen echt alles uit te spelen. En die gaan bij iedere club gaan ze shoppen. Ja, ik denk ook dat clubs daar elkaar veel beter moeten informeren. Maar kijk nou, Ignacio, hè, speelde bij Rijnsburgse Boys. Nou, Rijnsburg is natuurlijk echt ook wel een begrip in het zaterdagvoetbal. Stapt toch volgend seizoen weer over naar Kozakken Boys. Ja, 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 maar dat zal puur met financiën te maken hebben. En ik kan niet in iemand anders portemonnee kijken en dat wil ik ook niet. Maar dat zijn wel momenten waarin spelers zeggen van ja, ho even, ik ga. Ja, meestal leeg.
Ja, ja, ja dat komt ook omdat ik dan toch waarschijnlijk te hard werk. Mag ik, we hebben het over het betalen van spelers. Ambitie, want je speelt bij DRC. Je bent nog niet zo lang geleden op stage geweest bij Den Bosch. Daar spreekt toch ook nog een stukje ambitie dan uit? Ja, ik denk dat het mooier is omdat het, dat het klinkt. Het wordt mooier gemaakt dan dat het klinkt. Ik heb daar mee getraind. Alleen ja, dan ga je over bedragen praten. Daar word je helemaal niet vrolijk van. En, ja, tegenwoordig, we hebben het net over in Rijnsburg en over Kazakkenboys. Ik wil beter betalen. Ik denk dat menig club is. Nou, over betalen wil ik het niet eens hebben. Maar als we dan naar kwaliteit gaan kijken en in de selectie. Ik denk als wij een Kazakkenboys tegen een Den Bosch neer gaan zetten. Ja. Kijk, het zal dan uiteindelijk met conditie en met trainingsarbeid het verschil gaan maken. Ja. Maar ik, dat moet ik maar zien. Ik denk ook nu met die tweede divisie die gaat komen strakjes, dat je ook een hele verschuiving gaat zien. En of het goed is, weet ik niet. Maar wat denk jij, Wim, die tweede divisie die eraan gaat komen? Ja, nou ja, kijk, iedereen die zegt is van... Is het nou zo interessant? Ja, iedereen roept van het is niet interessant. En iedereen zegt van... maar uiteindelijk willen ze er allemaal bij zijn. Ja. En ik denk ook dat het een verrijking is in zoverre dat als iedere club heeft in ieder geval... dat ze het liefst het hoogst mogelijke willen spelen. Nou, dus daar willen ze bij zijn. Aan de andere kant, ik denk dat als je kijkt naar een aantal ploegen vanuit de Bollenstreek die daar een deel van uit gaan maken, dan denk ik van nou, die hebben een gigantisch mooie entourage om daar een deel uit van te maken. En dan kunnen de zondagploegen ook van mee profiteren. Ja, dat is wel een goede zaak, hè? Dat je nou een beetje de toppers van de zondag en de zaterdag... Ja, nou ja, kijk, dat denk ik ook. Maar dat gaat straks ook in de derde divisie, de nieuwe derde divisie gebeuren. Wat ik begrepen heb, dat gaan ze ook in twee regio's splitsen. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is voor de clubs. Kijk, als je straks dan bij wijze van spreken de derde divisie zou zijn en er zou een aantal ploegen vanuit de topklasse het niet halen en je ziet dan de derbys die dan kunnen ontstaan met Noordwijk erbij en met Quickboys erbij. Dus ja, dat zijn wel mooie wedstrijden. Ja, ik kan me het voorstellen. DRC, het gaat goed, want ik bedoel, tweede plaats in de hoofdklasse, ja, dat had toch niemand voor het seizoen verwacht? Na vorig seizoen niemand. Hoe komt dat? Ja, de mix is goed. En, alles valt ook goed, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar we hebben een groep staan die vult elkaar gewoon goed aan. We hebben een hele jonge groep. Daarin hebben we wat een aantal oudere spelers die... en het wordt ook van beide kanten geaccepteerd. Ik denk dat dat belangrijk is. Jonge jongens moeten ook iets aan willen aannemen van de oudere jongens. Ja, klopt, maar het is ook andersom. En, een paar weken geleden ook ergens gezegd, het gebeurde ook gewoon af en toe dat een jongere jongen uit onze ploeg iets tegen een oudere zegt. En die ook gewoon zegt van ja, je hebt helemaal gelijk jongens, mijn fout. Ja. Kijk, en dat hoor je niet vaak. Dat hoor je niet vaak. Dat is ook de sfeer die bij ons momenteel gewoon is. En alles valt goed, de resultaten zijn goed. Er wordt natuurlijk al meer geaccepteerd, want het is alleen maar knap hè, zoals het nu draait. Maar het wordt ook makkelijk geaccepteerd als je gewoon elke week je punten pakt. Kijk, als je onderin meebungelt. Kijk, dan slaan ze wel op het stof uit zijn jas dat het zo goed is. Maar als het slecht gaat, dan staan ze ook met witte zaddoekjes. Ja. Ik bedoel, zo werkt het gewoon. Ja. En als het natuurlijk lekker klikt en je pakt zonder tot de punten en je zou niet goed spelen. Ja, maar je pakt wel weer de punten. Dan is het van jonge klasse gedaan. Ja, maar dat is ook, dat is het DSC op dit moment. Ja, kijk, dan weer gewoon afgezaagd. Dat is duidelijk. Resultaten zijn bepalend. Eigenlijk. Ja, het resultaat is gewoon mega bepaald. Goed, we gaan dadelijk nog verder praten met de beide heren. Mark onder andere, de voetbalschool waarmee gestart wordt. En Wim Schaap volgend seizoen terug in de regio als hoofdtrainer bij SVC 08. Maar we gaan eerst even kijken naar een interview dat Rob Blankenstein had met de trainer van HVC-team. En dan heb ik het over Pim van der Hoorn. Pim van der Hoorn, een hele lange winterstop. Een onbedoelde lange winterstop. Dat moet niet prettig zijn. Nee, dat is natuurlijk zonde. Je werkt 3 weken eigenlijk na kerst en oud en nieuw werk je naar de wedstrijd van Lira toe. En die gaat er dan af. En de week daarna wordt het weer afgelast. Dus dat is zonde. Dat vergt weer wat extra concentratie om ons voor te bereiden op deze wedstrijd. Want aankomende zaterdag spelen we pas onze eerste wedstrijd in 2016. Even terug naar het trainingkamp dat jullie belegd hebben in Valencia. Ja, dan is het ook wel, zou het lekker geweest zijn als je vanuit dat trainingskamp gelijk aan die eerste wedstrijd kan beginnen. Ja, tuurlijk. Dat is altijd mooi. Want je start op het trainingskamp eigenlijk al met die wedstrijd tegen Lira. En dat gebeurt niet. Daar moet je maar mee omgaan. En we hebben nu door kunnen bouwen in fitheid. Dus dat werkt dan weer in je voordeel. En uiteindelijk moet de honger naar een competitiewedstrijd nu zo groot zijn dat het... Dat we zaterdag wel moeten gaan knallen, alleen omdat we zoveel zin hebben.
Even kort terug naar het vorige seizoen. Uiteindelijk zijn jullie toch gedegradeerd van de eerste weer naar de tweede klas. Terwijl daar in het begin van 2015 totaal niet naar uitslag. Hoe hard is die klap aangekomen? Ja, natuurlijk echt wel hard. En uiteindelijk zie je in de laatste 7 wedstrijden zie je het wel ontstaan, zeg maar. En het is natuurlijk heel zuur dat je op doelsaldo na competitie moet spelen. Dat het ons in de laatste 5 wedstrijden, want 5 wedstrijden voor het eind stonden we gewoon nog 7e. Ons niet is gelukt om dat ene punt achteraf, 1 punt, nog binnen te sprokkelen. Zie je steeds meer spelers afvallen met blessures. We waren gewoon niet bij machten om het in de na-competitie, hadden we het ook de eerste ronde nog overleefd, om het dan toch nog eruit te trekken. Dat is heel zuur. Dan kost het echt wel even tijd om de tank weer op te laden. Maar we zijn vol goede moed aan het nieuwe seizoen begonnen. Alleen daar zag je toch nog wel de sporen die het had achtergelaten. Een heel zwaar seizoen in de eerste klas. Je gaf het net al aan, komende zaterdag tegen Lira. Als ik even de resultaten van de Westlandse club, en dan reken ik verder heel gemakshalve er maar even bij. 5 keer gespeeld, 4 nederlagen, 1 keer winst. En dat was hier thuis tegen KMD. Ja, nou ja, ik denk dat we sowieso onder de maat hebben gepresteerd. Voor de winterstop. Dat was gewoon een heel, heel moeilijk eerste halve seizoen. Vier van de vijf wedstrijden dat je die verliest tegen Westlandse club, zeg maar in principe niet zo heel veel. Als je kijkt ook hoe we tegen Lira hebben verloren, dat is in een penalty in de 93ste minuut die je tegenkrijgt. Dan had je ook wel misschien meer verdiend. Dat was de eerste helft van het seizoen niet zo. En wij moeten nu zorgen dat het geluk onze kant op komt. En dat kan je alleen maar afdwingen door heel hard te werken. Afgaand op de doelcijfers ligt het probleem voorin. Want jullie zijn de minst scorende ploeg in die afdeling met slechts 15 doelpunten voor. Wat zegt dat in totaliteit? Nou ja, dat we nog niet zo goed zijn in scoren. Ik denk dat dat ook wel deels te verklaren is aan, als je ziet hoeveel blessures wij in onze voorhoede spelers hebben gehad. Echt langdurige blessures. De drie aanvallers, beoogde aanvallers, die hebben allebei ongeveer 6 wedstrijden, of alle drie 6 wedstrijden gespeeld. En de rest dus aan de kant gestaan. En dan moeten andere jongens het doen. Die doen hun stinkende best. Die hebben echt wel laten zien dat ze aan het groeien zijn. Maar het is heel lastig om dan gelijk een dragende speler te zijn. Nu krijgen we weer wat meer spelers terug. Andere spelers die blijven aanhaken, dus de concurrentie is wat groter. We moeten gaan knallen de tweede helft van het seizoen. Daar hebben we ook wel alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Tot slot is sowieso een speciale wedstrijd tegen Lira, met name dan voor Jack Binnendijk. Jullie hebben tot nu toe competitie verloren, voor de beker verloren. Het wordt een keer tijd dat jullie het kwartje een keer naar jullie kant door laten slaan. Ja, dat kan alleen maar op één manier, door zelf maximaal te gaan. 2 keer verliezen van Lira, wat Jacks oude club is, maar ook mijn oude club is. Dat is meer dan genoeg in één seizoen. En wij zullen het nu al moeten draaien. Tot zover Rob Blankenstein in gesprek met de trainer van HVC 10, Pim van der Hoorn. Die moet de punten gaan pakken tegen Lira. We gaan aan tafel verder praten met Wim Schaap en Mark Smit. En uiteraard onze sidekick Ton Boevink. Wim, we hebben het even gehad over de trainerscarrière. Nog even korter doorheen, want je hebt in de regio ook gewerkt bij een Tornegido, Westlandia, Haaglandia. Niet de minste clubs. Nee, dat wat ik net al aangaf. Dat waren natuurlijk hele mooie tijden en niet de makkelijkste verenigingen. Maar ondanks dat er wel weer verenigingen waar je in de top van het amateurvoetbal werkt. Ja, daarna was het Nieuwenhoorn. Maar heel kort erover, want ja, dat eindigde natuurlijk voor jou heel vervelend. Het was ook de reden waarop je eigenlijk zei van, dat hoofdtrainerschap, ik heb het gezien. Ja, dat klopt. Ik wilde ook niet zo heel veel meer over kwijt. Het is een hele vervelende periode geweest, zowel privé als voor mijn werk. En uiteindelijk heeft dat ook geresulteerd in wat ik toen gelijk geroepen heb van nu gaat het privé op mijn werk gaat het problemen geven, dus ik pas daarvoor. Ja, uiteindelijk ben ik wel helemaal gerehabiliteerd met betrekking tot de uitspraak van de strafzaak en van de tuchtcommissie. Alleen, je hebt wel een stempel op je aan. Ja, en dan denk je als trainer, en zeker ook wat je net zegt, zelf zegt van maatschappelijk gezien mijn werk, dat kan ik helemaal niet hebben. Nu werk je wat dat betreft nog wel keihard, maar wat meer in de luwte bij Rijnsburg. Ja. Je doet onder andere scouting, wat doe je? Wat doe je dan met hard werken? Gewoon zijn vaste werk of voetbal?
Nee, ook met voetbal. Ik weet dat Rijnsburgs Boys is een club, nee, daar moet je ook achter schermen hard werken. Tussen het vaste werk wat hij heeft en het is geen wik, he, want dan moet je ook hard werken. Maar goed, het is... Nee, goed, ik weet wat hij doet. Dus maar laat eens even uit, jouw werkzaamheden met betrekking tot de scouting, wat houdt het precies in? Nou ja, dat is dat ik in principe een aantal mensen vanuit de vereniging aanstuur om wekelijks op pad te gaan om wedstrijden te bekijken en daar uiteindelijk spelers te bekijken. Daar rapporten van in te sturen. En uiteindelijk komen die rapporten bij mij terecht. En die gaan dan met Ed Bos en met Nico Stee op dit moment en straks de nieuwe trainer Pieter Mulder. Gaan we die zaken bespreken en uiteindelijk gaan we kijken of we dan wel of niet doorgaan om spelers verder te bekijken en te benaderen. Ja, en we hadden net met Mark over bij DRC, die samenwerking tussen jong en oud is belangrijk. Maar goed, dat is ook een van de taken die we bij Rijnsburg hebben, te proberen toch ook die overgang van die jeugdspelers naar die selectie toch wat makkelijker te maken of te begeleiden. Ja, dat proberen we wel, maar alleen moeten we wel heel realistisch zijn vanuit Rijnsburg zelf. De jeugd speelt te laag en de doorstroming naar het eerste elftal zal er zeker niet zijn. Dus we moeten eigenlijk kijken van oké, kunnen we spelers vanuit de jeugd door laten stromen naar het tweede elftal. Dat moet je eigenlijk min of meer zien als een eerste elftal voor een amateurvereniging. En dan staat eigenlijk het eerste elftal wat in de topklasse speelt, staat daarboven. Want ja, dat bereik je niet met spelers vanuit je eigen gelederen. Maar bedoel je ermee dat je een plan gemaakt hebt, dat je een meerjarenplan gemaakt hebt? Ja. Voor wat betreft de jeugd die het net niet haalt en dat er dan toch een plan wordt gemaakt om dan te kijken binnen enkele jaren die mensen dan toch erbij te betrekken? Nee, je weet zelf Ton dat er overal en bij iedereen en bij alle verenigingen worden allerlei jeugdplannen worden uit de kast getrokken. We hebben daar ook een plan van gemaakt. Alleen ja, je zou eerst moeten zorgen dat er hele goede trainers opkomen en die mensen goed op gaan leiden. En uiteindelijk dat de jeugd op een hoog niveau komt te spelen. Nou, dat is een plan van een aantal jaren en dan vervolgens ben je gelukkig als er gewoon een aantal mensen vanuit je eigen vereniging doorstromen naar het eerste elftal. Kijk, het is wel zo dat de tweede elftal, dat zijn allemaal jonge jongens die vanuit de vereniging komen. En dat is op zich een goede zaak. En dat speelt ook op hoofdklasniveau, reserve hoofdklasse. Maar ja, de doorstroming van het eerste elftal, daar hebben we dan gelukkig een aantal jaar geleden hebben we er een paar van gekregen. Danny van der Vijver, Bart Vreken, Peter Vreken toen de tijd. Ja, en dat zijn unieke jongens die eigenlijk ineens toch een heel hoog niveau halen en dan doorgroeien. Goed, we hebben het over trainers. Ton nog steeds trainer bij WIC. Jij gaat eigenlijk aan de slag bij FC 08. Maar Mark, jij bent ook trainer, maar dan hebben we het over als keepers trainer. Want je bent al bij meerdere clubs ben je actief op dat gebied. Nou ja, keepers trainer, dat wordt voor mij nu dit jaar voor het eerst met Ed de Goeie. En hiervoor heb ik de jeugd getraind bij TOGB, bij Soccer Boys en bij Ellebo. Ja, nu met met de keepers bij DSC met Ed de Goeie aan de slag. En daarnaast zijn we bezig om een keeperschool op te zetten bij DSC. Ja, keeperschool 7. Ja. En met Ed de Goeie samen, dat is toch dat was nog steeds een naam in de voetbalwereld. En je merkt gewoon dat best wel trekt ook. En je ziet ook op dinsdagavond, ouders die blijven ook echt kijken bij die gasten nu hoe we ermee bezig zijn. En ja, als je dan... Ben je niet bang dat er weer een school wordt opgericht in het voetbalwereldje, want in Delft lopen natuurlijk al een aantal prominenten rond die links en rechts nog eens wat oorlog maken omdat wie de eerste school had en hoe goed ze allemaal zijn. Ja. We hebben er laatst een item aan besteed en toen heb ik heel duidelijk gevraagd van jongens, luister, word het niet te gek. Ik snap ook best dat jij zegt van joh, Ed de Goeie is zelf een bak ervaring. Het is goed voor de club, hè? DSC is natuurlijk een hele mooie club, mooie accommodatie. Maar zijn we niet bang dat het straks op een gegeven moment allemaal te, hè? Want ik hoor zoveel mensen die ineens of een voetbalschool of op een gegeven moment, hè, in ieder geval een keeperschool. Ja. Ja, ik heb zoiets van jongens, laten we niet te gek maken. Nee, klopt. Nee, ik snap precies wat je bedoelt. Alleen, wij schrikken ervan. Wat we nu momenteel in de keepers bij DSC zien. Mm. Het was vroeger, er was een basis, die is er gewoon niet meer. En we merken nu gewoon dat wij keepers hebben die verschillen zo qua niveau, maar die zitten wel in dezelfde lichting. En daar willen we met de keeperschool echt verandering in gaan brengen. Echt puur alleen maar naar de basis kijken. En het is allemaal leuk hoor dat een keeper kan voetballen als een spits en een actie kan maken als een linksbuiten. Maar laat hem nou gewoon een bal tegenhouden. Dat is toch vreemd hè? Dat we zo jaren in de vereniging bezig zijn met die jongens trainen. Ja. Hè, van kleins af aan een en ander bijbrengen. Hebben dan al die tijd stilgestaan.
Ja, of, ik denk wat, het wel, want ik denk, ik, denk dat vaak, ik denk dat het vaak onderschat wordt. Ik denk dat het een belangrijke zaak is. Dat aan keepers inderdaad die aandacht worden besteed. Er wordt niet gekeken naar keepers. Nee. Want de keeper is altijd, ook in het verleden, dat was een beetje een eenling. Juist. En dan was je afhankelijk van je hoofdtrainer. Als die een beetje belangstelling ervoor had, of die extra tijd vrij wilde maken om ook met de keeper wat te doen. Je bent met me eens dat verenigingen waar op een gegeven moment hij nou verblijft, en hij verblijft op een gegeven moment, is het toch vreemd dat je al die jaren al dan niet, er moeten verbeteringen zijn. Je bent zelf ook keeper geweest. Nou, het is mislukt, maar dat is wat anders. Maar toch, kijk, nee, ja, weet dan ook weer eerlijk. Weet dan ook weer eerlijk. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik het is toch, het valt op dat we jullie zien het ook op een gegeven moment, en het is al jaren wordt het gezien. En dan vind ik het heel belangrijk, die jongens, dat is een item, daar moeten we wel wat aan doen. Gewoon. Ja, maar er gebeurt ook niks. Kijk, nee, maar vrijwilligers hebben vrijwilligers ze. Alleen die lopen er wel. Dat ze het goed doen. Klopt, en maar dat is nu hetgene wat er denk ik afgelopen jaren, en dat gebeurt niet alleen bij DSC hoor, want het gebeurt bij elke club, althans bij de meeste clubs. Maar er wordt. Je hebt een groep keepers staan en dan staat er een goedwillende ouder staat aan de zijkant en die zegt, ah, dat ga ik wel doen. En er wordt dan iets aangeleerd en ja, op dit moment de DHC-jeugd die speelt allemaal bijna op divisieniveau. En wij zien gewoon basistechniek bij sommige keepers, die is er gewoon niet. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is, jij gaf het zelf al aan, ook bij Rijnsburg, belangrijk is dat je goede trainers aanstelt. Ja. Want dat is de basis waar je mee gaat beginnen. Hetzelfde geldt natuurlijk bij de keepers. Keepers is natuurlijk zo langzamerhand ook een hele belangrijke positie geworden in het elftal. Dat daar natuurlijk ook absoluut ook die extra aandacht aan besteed wordt. En ja, dan denk ik wel, natuurlijk, als je nu een stukje ervaring maakt, ook jongens die dan dat zelf op niveau hebben meegemaakt, dat het prachtig is als je dat natuurlijk kunt ervaren. Ze schieten ook met paddenstoelen uit de grond op dit moment. Ja. Alleen ja, kijk, ik denk dat er nog wel verschil in zit voor je. Oké, wat is je bedoeling achter een school? Kijk, je hebt keeperscholen en je hebt voetbalscholen die het leuk vinden om op zondagochtend met zoveel spelletjes aan de slag te gaan. Maar zit er een idee achter om iemand beter te maken? Of is het puur uit gewinning? Uit gewinning, ik het niet noemen. Nee, maar kijk, en dat is bij ons echt wel het idee. Kijk, wij zullen ook niet met 80 keepers tegelijkertijd aan de slag gaan. Kijk, wij willen dat wel veel. Ja. En dat vind ik eigenlijk het probleem. Op het moment dat je. Kijk, op het moment dat je zegt van oké, we zijn met een keeperschool bezig bij de club. En we gaan gewoon de jongste jeugd gaan opleiden. En verder is wat van buitenaf is, dat is mijn pakje al niet. Dan heb je een bepaald beleid daarin. Als ik kijk bij ons, bij Rijnsburgse Boys op dit moment, Jan Schot, die zit er al jaren. Maar die doet ook gewoon de gesprekken met de keepers van de laagste jeugd. Ja. En die begeleidt hij ook. En de mensen die daar hebben. En daar zorgt hij dat er bijeenkomsten voor zijn. En dan doe je het binnen je club. Maar kijk, op het moment dat je zegt van ik moet zoveel spelers binnenhalen om mijn kosten eruit te halen. En ik moet dan met zoveel spelers aan de gang en op zondagochtend. Ja, dan is het weer een heel ander beleid en een stukje visie als wat je voor ogen hebt met een binnen je club. Nee, klopt. Dat is bij ons ook totaal niet de bedoeling. Bij ons wordt dat echt zo. Kijk, wat wij nu vooral zien met de inschrijving is dat DHC-jongens, die waren als eerste die zich inschreven bij de keeperschool. Die weten wat wij nu aan het doen zijn bij DHC en die weten waar we naartoe willen met ze. En dat gebeurt ook bij DHC. En we gaan het ook houden bij DHC, dus het is voor hun, ja, thuis wil ik niet zeggen, maar het is voor hun gewoon waar ze normaal ook heen gaan. En wij willen dan echt gewoon puur de basis gaan opbouwen bij elke keeper. En of je nou met alle respect in de F20 zit bij die club of bij de F1 bij DHC. De keeper van DHC F1 die heeft op dinsdagavond ook de reguliere keeperstraining van ons. Die zou misschien wellicht wat verder zijn. Alleen wij willen ook die basis neer gaan leggen bij de keeper van de F20 op dat moment. Heel belangrijk. Wim, ik ga even naar jou toe, want volgend seizoen ben je weer te bewonderen in de regio. Hoofdtrainer bij SVC 08, hoe is dat? Ja, eigenlijk niet zo moeilijk. Hè? Ja. Dat werd de best. Jullie zitten bij dezelfde werkgever. Nou ja, dat inderdaad. En daarnaast is het zo dat Bert en ik altijd wel contact hebben over voetbal en over trainerschap. Dat was al in de periode dat hij ook gewoon als hoofdtrainer bezig was. En nou ja, uiteindelijk een keer komen we elkaar tegen en hij geeft aan dat ze een trainer nodig hebben. Dus ik was ook in Wassenaar op dat moment en ik zei tegen Bert van, joh, je kan altijd bellen. En daar ontstond uit eigenlijk dat we heel snel contact hadden en dat we om de tafel zaten. Ja, omdat je ooit had gezegd van nou ja goed, ik hoofdtrainerschap, ik weet het niet. En in één keer dan lokt dat toch weer, want ja, SVC is toch een ambitieuze club, staan nu bovenaan in de tweede klas, dus ja. Ja, laat ik ook duidelijk zijn, in die 2 jaar waar ik nu bij Rijnsburg zit, heb ik natuurlijk toch ook al, ik doe daar onder de 23. Ik op maandagavond train ik met die groep. In de voorbereiding, als een trainer op vakantie is of een trainer afwezig is, dan train ik daarvoor. En dan pak ik of de A1 of de B1, maar ook wel eens een keer de F5. En nou ja, op dat moment zie je gewoon dat je nog steeds heel veel
plezier hebt in het spelletje. Ja. En om op het veld te staan met die gastjes en wat en dingen aan te geven. Kijk, en dat is ook de uitdaging die ik nu aanga met SVC 08. Dat is om spelers beter te maken en om daar te kijken of ik daar mensen op kan leiden. En is het bekend dat jij bent als trainer natuurlijk ook niet een makkelijke, want je bent nu in de scouting bezig. Er wordt ook heel erg gekeken naar mentaliteit van spelers. Ja. Ik ben nu altijd te praten over vroeger, maar dan denk ik dat er soms nog wel eens aan schort. Ja, wat is aan schorten natuurlijk? Nou ja, en wat is goed? En wat is goed? Wanneer ze uitkomt en dat soort dingen. Kijk, de voetballerij is natuurlijk in de maatschappij is dat gewoon, heeft dat een andere plek gekregen. En daar moeten we ook heel reëel en goed mee omgaan naar de spelers toe. Maar als ik kijk naar hoe ik er tegenaan kijk, ik word natuurlijk altijd verweten dat ik discipline duidelijk. En ze zitten bovenop. Ja, dat klopt dat ik er bovenop zit. En ik vind ook belangrijk op het moment dat ik met de groep of met mensen afspraken maak om die na te komen. Anders kunnen we beter zeggen van we maken maar geen afspraken meer. Ja, maar dat is nog niet vreemd. Weet je, kijk, dat geeft hij net goed aan. Dat wordt dan misschien moeilijk of zo. Nee, het is een kwestie van acceptatie. Op het moment op een gegeven moment dat je ervoor wil gaan, op dat niveau. En je gaat dan daar naartoe op een gegeven moment. Nou, hartstikke leuk gewoon. Dat is alleen maar positief als je naartoe gaat. Hè? Ik zeg het heel eerlijk, ik heb gewoon zat ik moeten pakken toen ik hoorde van Bert hoe blij die was met jou. Ja, dat kan en als je elkaar zelf nooit tegenkomt, je zit elke dag op hetzelfde bureau koffie te drinken. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nee, maar ik weet hoe het gaat met jullie. Okay. Ja, maar ik vind het wel gewoon geinig om te gaan dat je weer aan het werk komt. En dat je gewoon, je hebt al wat laten zien in de voetballerij. En kijk, mensen gaan niet in zee met iemand waar ze geen vertrouwen in hebben. Met alle respect, Bert heeft het ook overgenomen. Nou, het gaat hartstikke goed op dit moment. Voor de club prachtig. Hele goede sponsors, nou wil ik wezen. Ja. Nou, dat is alleen maar mooi, maar het zijn wel ingangen waar je wat mee kan. Jongens moeten wel graag willen spelen ergens. Ja, dat heb ik ook aangegeven. Kijk, ik ga niet bij een club zitten waarin ik weet dat er 5 man op de training komt. Want daar heb ik niks te zoeken. Want dat loopt me eigenlijk alleen maar te irriteren en dan ben ik gauw weg. Want daar kan ik gewoon niet tegen. Op het moment dat ik in de gesprekken gewoon heel duidelijk kreeg van wat de mensen graag willen. En dat het gewoon een ambitieuze club is die wel weer de weg van de geleidelijkheid omhoog wil. En gewoon met alle normen en waarden in het vizier gewoon wil kijken om mensen gewoon betrokken te raken bij de club. Ja, dat zijn hartstikke mooie momenten. En daar denk ik van, dan is het wel een leuke uitdaging om daar gewoon in te stappen. En dan voel ik me eigenlijk niks te goed. Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat niet om dat je het goed voelt. Het gaat juist om het feit dat je zelf inziet, ik wil graag. Maar aan de andere kant, dat de club natuurlijk op een gegeven moment ook volledig medewerking geven van, wij willen ook graag die stappen maken. En dan moet je natuurlijk ook de mensen hebben die daar ook voor willen gaan. En ook mensen die met een stukje verstand op een gegeven moment. Je kan wel zeggen, we willen hogerop, maar als ze dan geen 5 nieuwe ballen kan kopen of wat dan ook, er is altijd wat, dan hoef je er ook niet aan te beginnen. Nee. Maar wat dat betreft ben ik ervan overtuigd, zit jij volgend jaar bij een club die zeker die ambitie heeft en dat graag waar wil maken. Ik wil nog even afsluiten met Mark. Jullie keeperschool, Safe, binnenkort ook de eerste cursus. Ja, 18 maart. Dan starten we met de eerste cyclus, om het zo te noemen. Ja, ja. Die is 6 weken. En vanuit daar gaan wij willen we verder gaan bouwen. En een goede keeperschool inzetten waar we echt puur richten echt op het keeper zelf. En niet, Dat doen jullie twee, toch? Ja, we zijn. Maar z'n tweeën. Nee, we hebben. Ik zit met Ed de Goeie en Pasquinel te pas. Oh ja, dat ken ik wel. Ja, dus Pasquinel die is ook keeperstrainer momenteel met ons bij de jeugd. En, wij kijken gewoon heel erg waar we echt naartoe willen en dat is echt de basis. Goed, nou jij hebt er volop zin in. Nou, van Wim is dat overbekend dat hij er ook volop zin in heeft. Twee ambitieuze mensen, ik wil jullie hartelijk danken dat jullie te gast waren in ons programma. Want we gaan afsluiten, we kunnen er nog lang over praten. Ton, jou ook weer bedankt voor je aanwezigheid. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. Thuis bedankt ook voor het kijken en graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met 2 nieuwe gasten aan tafel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Van der Pot en Zonen verhuis- en transportbedrijf, High Class Physio Fit, Marks Cleaning, Ruis Sports, Theo's Busreizen, Robert van der Zwan Makelaardij, Alba Sign en Asta Casino.